Ja, zijn jullie er een beetje klaar voor al? Ik hoor jullie niet. Zijn jullie er klaar voor? Oké. We zijn er weer met de tweede workshop. En ik blijf het spannend vinden, want ik had er zo zin in vandaag. Ja, weet je, we gaan weer leuke dingen doen natuurlijk met ballonnen. Maar voordat we zover gaan, want ik wil eigenlijk... gisteren hadden we natuurlijk het hondje gemaakt. En ik denk, ja, we kunnen wel weer zo'n hondje maken met een andere techniek. Maar die techniek kan ik ook onderbouwen in... Tada! De tackle! Want ik denk, ja, er wordt wel eens heel veel gevraagd van, ja, maar hoe maak ik een tackle? Want de meesten hebben namelijk wel eens last met de oren. Nou, dat ga ik zo meteen uitleggen. Maar voordat ik zover ben, wil ik toch eventjes nog wat iets technisch. Ja, technisch, maar jullie zagen mij gisteren al met die ballonnenpomp, hè? Deze pomp. Nou, misschien hebben jullie wel zo'n pomp. En om even uit het verschil uit te leggen. Dit zijn pompen, daar kan je maar één kant mee op. Dus één keer lucht. Ik gebruik altijd deze. Waarom? Dat deze, die, als je de ballon erop vastzet, kijk, zo. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan heb je continu, als je dus blaast, heb je lucht voor de ballon. Hé, hey, is dat makkelijk of niet? En nou zie ik sommige van jullie kijken natuurlijk, want die hebben gisteren ook gekeken. En die hebben natuurlijk zoiets van, ja, dan gaat hij straks weer die ballon geven. Nee, daar trap ik nou niet natuurlijk. En trouwens, als je, je weet het hè, als je last had van de knopen leggen, geef mij even een seintje. Dan kan ik jullie even de link doorsturen waar het precies uitgelegd wordt. Want dan is het wat makkelijk, hè? Want om dat nu te gaan doen, kost veel te veel tijd. Oh ja, en voordat ik, want ik weet wie er namelijk zit te kijken. Esmeralda, ga ik even zwaaien. En Carly, en Bas, en Manu. Want ik had jou een berichtje gekregen over de muzieknoot. Daar ga ik even over brainstormen. En dan ga ik sowieso, ga ik er iets mee doen. Want of ik zet hem op YouTube, of we gaan hem in een, ja, in een live workshop doen. Want jij wilde heel graag een muzieknoot. Maar voordat we zover zijn, dat die technieken zijn wat anders, wil ik toch eerst een aantal andere figuren maken met jullie. Zodat jullie dan een beetje meer weten over de ballonvouwen. Nou, voor de tackle, hè. Want je weet dat we die maakten we zo. Gingen we zo doen. En dan leg je je hand zo neer. Die hand ervoor. En dan draai je. En dan had je zijn oor. Nou, met de tackle is net even wat anders. Wat ik altijd zeg van je duim en je vinger. Het is geen pistool, hè? Nee. Je duim en je vinger, die zijn belangrijk. Want daar kan je zelf mee bepalen hoe groot iets wordt. Want als je dit doet, zo, en je gaat vouwen, dan zie je helemaal niet wat je gaat maken. Want voor de tackle wil ik een groot hoofd hebben. Kijk, zie je? Een groot hoofd, lange oren en een lange nek. Nou, dat grote hoofd, dat moet ongeveer zo groot worden. Dus wat doe je nou met die vinger en die duim? Die leg je hier neer, zo. En wat ik al gisteren zei, ben je linkshandig of rechtshandig? Ik ben rechtshandig, dus als je linkshandig bent, doe het andersom, hè. Dan pak je hem zo. Maar begin altijd wel, heel belangrijk, bij het knoopje, hè. Want begin je hier, dan kan de lucht niet weg. Nou, wat ik doe, kijk, ik knijp. En niet bang zijn, hè. Want meestal zo, hoeft niet. Hoe meer je verkrampt, hoe sneller die ballon kapot gaat. Dus gewoon knijpen. En met de lange kant draaien. Twee keer draaien is meer dan voldoende. Hoe meer je draait, is helemaal niet nodig, want hij zit al maar, even voor de goede orde, wel vasthouden. Als je niet vasthoudt, dan ben je kwijt, hè. Dus knijpen, draaien, twee keer, en hou hem dan vast, zie je? Dus je houdt hem eigenlijk zo tussen je vingers vast. Nou wil ik de oren gaan maken. Dan pak je hem over, zo, zie je? Dus je houdt hem gewoon lekker vast, dat deze niet weg kan rollen, die kan niet wegrollen. Zijn oren bij een tackle, die hangen op de grond. Meestal struikelt hij erover als hij met zijn poot eroverheen gaat. Nou, dat is met deze precies hetzelfde. Dus we willen lange oren. Nou, dan doe ik het eigenlijk met mijn andere hand. Weer dit, hè. Dus pistool in de aanslag. En zo pak ik hem beter. Draai alles naar je toe of draai alles van je af. Want doe je het tussendoor verschillend, dan rolt hij los. Dus zorg altijd voor jezelf wat is makkelijk. Nou, wat ik makkelijk vind voor mezelf dan, is van me afdraaien. Dus ik pak hem zo beter en dan draai ik hem die kant op. Wil je naar je toe draaien, doe dan even dit, knijpen en je doet dit. Kijk, je hoeft maar één slag te maken. Maar ik draai hem dus van me af. Nou, ik knijp hem, kijk, zie je? Dus ik maak een lang oor. Eén en twee. Dus de lange ballon, hè. Nou, je doet een dubbel. Hey, dat is makkelijk, hè. Dat is al het makkelijkste gedeelte. Je hebt hem recht. Nou, je hebt zijn oren, je hebt de snuit. Je doet je hand ervoor, zo. Net zoals wat we gisteren geoefend hebben.
Dus als je het even niet weet van dit, hoezo? Nee, niet zo beet pakken. Je zwaait gewoon naar, nou ja, ik zwaai even naar jullie. Dan weet je gelijk dat de goede kant voor zit. Je doet dit. En dan. Hop, en draaien. Nou, dan heb je eigenlijk al een rondje. Want kijk, dat zie je hier ook al. Zie je? Zo voor hem. Alleen hij is wat groter. Belangrijk bij de tackle is dat hij niet. Want ik weet, een tackle heeft een kort nekje. Maar dat moet je bij deze niet doen. Want we hebben een lange nek nodig. Dus die nek die moet eigenlijk kijken. Want ik heb eigenlijk alles precies hetzelfde gemaakt. Zie je? Dit is even lang. Dan gaan we. Oh, oh mij is het weer. Even wachten. Dat is meer omdat ik het wil laten zien. Deze maak je net zo lang. Kijk. Dan doe je weer hetzelfde. Hoofd doet die kant op. We knijpen. We draaien. Niet te veel. Dan heb je zijn nek. En wat heeft een tackle? Heeft hij lange poten of heeft hij korte poten? Korte poten. Heel goed. Kijk. Wat ik nou weer doe. Je ziet het. Kort pootje. Je draait. Deze doe je ook een dubbel. Eigenlijk is hetzelfde als met zijn oren. Zie je? Hier draait hij. Hoppakee. Zo. Dan heb je dit gedeelte klaar. Dus de voorpootjes en dit. Een tackle heeft een heel lang lichaam. Dus, wat doen we? We gaan helemaal naar achteren toe. Want ik wil ook een heel klein staartje hebben. En dat kan je eigenlijk overhouden met dit. Kijk. Draaien. Zijn voorpootjes. Probeer het een beetje gelijk te houden. Zie je? Zo. En je doet het weer samen. Wat je altijd voor moet zorgen is eigenlijk dat je achter. Kijk, zo. Dit. Altijd een ballonnetje houdt. Want heel veel denken altijd van, ja maar dan doe ik gewoon geen ballonnetje en een knoop. Dat lukt niet. Want het blijft niet zitten. Want die ballonnen moeten elkaar eigenlijk vasthouden. Wat ik nu ook weer doe, is dus hier ook een klein bolletje. Ik draai hem. Zo. Ah, is een heel klein staartje. En dan denken jullie vast van, ja hallo haasmoerenboer. Maar die hangen de oren dan. Dat is nou het dingetje waar heel veel mij altijd gevraagd werd. Kijk, eigenlijk wil ik die oren naar beneden hebben. Dus wat doe ik? Ik doe dit. Hij kijkt even, hallo, naar boven. Ik doe deze naar voren. Ik doe hier tussen. Kijk. En deze doe ik ook hier tussen. Dus als het ware, kijk, doe ik alles tussen zijn oren. Dus het zit niet. Ja, het zit wel tussen zijn oren eigenlijk. Meestal zeggen ze van, ja, het zit niet in je oren, tussen je oren. Ja, maar bij hem wel. Kijk. En nou krijg je dus die vorm van die tackle. Nou, je kan het natuurlijk zelf krijgen. Dus spelen. Plakken hebben, kijk zo. Tadaa. Je pakt er een pen bij, want ook hier geldt weer van ja, als je ogen kijkt. Nou, ik vind het altijd leuk om met tackle, want hij heeft een heel lang gezicht, maak ik ook hele lange ogen. Zo. Lekker een beetje kraken. Zo. Nou, we maken eventjes even een lange mond. Hoppakee. Nou ja, je ziet het verschil hè, met de gewone hond en de tackle. Nou, heb ze hangoren. Ja, als je een beetje naar voren doet, gewoon een beetje naar beneden. Zo, dan blijft ze zitten. Heb je weer wat geleerd, hè? Nou is het leuke namelijk, want ik wil ook de 60. Ik wil ook niet te lang, want dan kun je lekker zelf aan de slag met de ballonnen. Wat leuk is, we hebben nu een tackle gemaakt, hè. Maar morgen, ja, wat weet je, ik vind. Oma zit er nou thuis, daar kunnen jullie allemaal niet heen en zo. De moeders die nou meedoen, die hebben misschien ook wel een moeder die thuis zit waar ze niet heen kunnen. Dus wat ik morgen ga doen, we gaan morgen een ballonbloem maken. Een hele gezellige, vrolijke ballonbloem. En die kan je dan ja, geven. En dan denk je, ja hallo, maar we mogen niet heen. Als je morgen kijkt, maken we de ballonbloem. Ga ik je ook uitleggen het idee om ze toch bij je oma te krijgen. Of bij je mama. Of bij wie dan ook. Gaan we morgen een bloem maken? Ik vond het weer heel leuk om even weer ja, jullie allemaal te zien. Tot morgen. Onthouden hè. 3 uur ga ik weer de bloem maken. En voor deze keer de tackle. Doei! En stekeltje. De Haagse ballonnenboer. En stekeltje. Een konijntje of een olifant. Een paardje of een stier. Ja. Ik maak hem echt zo voor jou. Roep maar welk dier.